We gaan spreken over, dat gaan we nu doen, over de Mount Everest. Want die wordt schoongemaakt. Ja, Bernice, dit is wat jij hebt meegenomen. Ja. Dit is ook wat jij zelf hebt gevonden? Ja. Want jij bent vorig jaar ben je daar geweest. Ja, klopt. Ja. En dan ga je daar. Want waarom ga je schoonmaken op de Mount Everest? Laten we daar eens gewoon mee simpel beginnen. Nou, dat was maar een zijdoel. Ik heb natuurlijk eerst de top behaald. Hè? Daar ging het om. Juist. Ik ging kijken wat er aan de hand was met het klimaat. En dat is natuurlijk het gevolg ervan. Er is ontzettend veel sneeuw en ijs is er gesmolten. Een paar jaar tijd. En doordat het zo snel gaat, komen dit soort dingen nu allemaal naar voren. Komen naar boven. Want wat we hier zien liggen, we zien bijvoorbeeld een schoen liggen. Is het op welke hoogte vind je zo'n schoen? Dit komt allemaal uit dit hebben we allemaal rond het basiskamp gevonden van Everest. Dat is 5400 meter. Maar dat komt dus allemaal van boven naar beneden. Het drijft mee met de gletsjers, om je het even te voorstellen. En dan, omdat het zo snel smelt, 16 meter nu al gesmolten. Ja, vind je dit soort dingen gewoon een keer eruit trekken. Maar goed, zo'n schoen, dat is niet fijn om dat te verliezen op je hoofd. Nee, er zit geen voet meer in. Je vraagt altijd, waar is die andere schoen? Hè? Dus hetzelfde vind je ook altijd op het strand. Ik heb geen idee. Dit is niet zo oud, het is niet zo interessant eigenlijk. Dit is heel interessant, maar het allerinteressantste is dat blikje. Juist. Dit is een filmcamera. Toen wij dit vonden, dachten wij, dit is de camera van Mallory. Hè? De strijd tussen Edmund Hillary en Mallory. Mm-hmm. Dachten, dit is het. Vertel nog even voor degene die dat niet allemaal hebben gevolgd, hoe die strijd in elkaar zat. Ik ga ervan uit dat iedereen dat weet. Er was Hillary. Die algemene ontwikkeling, toch? Ja. Hillary heeft dus de Mount Everest beklommen in 1953. Maar Mallory, die was daarboven op 1923 en die is op de terugweg, denkt men, gestort naar beneden gestort en overleden. En hij had een filmcamera bij zich, een Kodak, en dat is deze ook. En hij heeft foto's genomen. Dus als je die camera zou vinden en dat filmpje zou kunnen ontwikkelen, dan weet je dus dat hij de eerste op de top is geweest. Daar ga je dus vanuit. Ja. Jullie dachten toen je dit vond, dit zou misschien wel kunnen zijn. Ja, dit is het. Ja, ja. Het is heel oud, het is 1957 is het, dat weten we wel. Wat staat erop? Nou, we hebben het allemaal laten onderzoeken. We hebben forensic. Ja? Maar wat staat er op het filmpje? Niks. Ik kan het niet meer zien. Het is te oud. Misschien hadden we het niet open moeten maken, want je hebt vaak bij filmpjes dat ze eigenlijk. Ja, toch? Zijn we in het Nederlands leger ook heel sterk mee. Ik heb het zo gevonden. Oh, dat is zo gevonden, juist. Ja. Maar ja, dat is het dus heel mooi. Nou, verder wat je dat is een stuk van een helikopter gecrashed in 1973. Ja. Een aantal Italiaanse klimmers die hadden hoogteziekte. De helikopter wilden ze van 6500 meter afhalen. Nou, dat trok het niet. Dus de helikopter stortte neer. En we hebben zoveel stukken gevonden van de helikopter kunnen één helemaal weer compleet samenstellen. Hoeveel troep ligt er nu op de Mount Everest? Nou, op het basiskamp niet. Want sinds de laatste 10 jaar moet je dus een soort statiegeld moet je betalen om het. Om daar te mogen klimmen. Dus een permit, een vergunning kost 70. Toen wij het deden, kost het nog 100.000. Maar het is nu korting, 70.000 euro. En daarvan is 7.000 moet je betalen om het helemaal schoon te maken. Maar hoeveel troep ligt er wel op de Mount Everest? Nou, dus op de basiskant niets. Maar naar boven ligt er heel veel troep. Hoeveel? Weet ik niet. Hoeveel kilo's? Ja, dat weet je niet. Dat ligt allemaal snel aan ijs. Maar wat is het wat er ligt? Nou, wat er ligt stukken ten. Ja, je ziet het hier een beetje achter je. Kijk, dat is deze. Ja. Zuurstofflessen vind je niet meer zoveel. Ja. Hier zien we ook dit ding. Ja, ja nou ja, dat zie je niet zoveel. Omdat de Sherpas krijgen er geld voor. Dus die zijn allemaal weg. Mm-hmm. Je ziet stukken tent liggen. Gasflesjes, brammetjes. Slaapzakken. Schoenen. Dozen. Plastic, als het niet is weggewaaid. Dus het is een beetje van alles en nog wat. Want als je het niet meer hoeft mee te nemen, dan laat je het liggen. Dat is ongeveer de code daar, geloof ik, als je bergklimmer bent. Het is ook moeilijk om het mee te nemen. Het is toch wel een hele moeilijke trip. Omdat je hebt geen lucht. Dus je bent gewoon bezig met overleden. Je komt in de dode zone. Dat is vanaf 7000 meter naar de top 8850. En waarom heet dat de dode zone? Nou, omdat je daar niet heel langdurig kan blijven. Maar een paar dagen, max. En dan moet je ook goed geacclimatiseerd zijn. Ja. Als je dat niet bent, dan kun je daar überhaupt niet zijn. En daar liggen dus ook lijken?
Ja, daar liggen lijken. Hoeveel kom je er tegen als je daar Zijn er een paar tegengekomen, twee. Wat doe je daar dan mee? Is dat dan gewoon even kijken wie het is? Of, ja, daar moet je niet mee bezighouden. Want jij bent op weg naar boven. Nee, maar staat er een stokje bij van hier ligt die en die? Of helemaal niks? Er ligt gewoon een lijk en dan loop je langs. Ja, in 1996 hebben we natuurlijk verschrikkelijk ongeluk gehad op Everest. Toen zijn er echt 8 in 1 keer omgekomen. Ja. En ja, die liggen er ook. En sommige liggen echt vlak bij de top. Zullen we daar kijken? Want daar is beeld van dat ongeluk. 8 bergbeklimmers zijn omgekomen tijdens een sneeuwstorm op de Mount Everest in Nepal. 3 expedities werden tegelijkertijd verrast door het noodweer, kort nadat de bijna 9 kilometer hoge top was bereikt. Als laatste is iets vernomen van een Nieuw-Zeelandse expeditie, waarin klimmers tegen betaling konden deelnemen. De leden hadden zuurstofgebrek, bevroren ledematen en onvoldoende voedsel. 600 bergbeklimmers probeerden ooit de top van 's werelds hoogste berg te bereiken. 100 van hen overleefden hun avontuur niet. Het is toch raar dat je gewoon langs die lijken loopt, of niet? Ja. Wat wou je ermee doen? Nou ja, goed. Is er niet iemand die zegt van die mensen moeten geborgen worden of zo? Ja, maar die shepherds mogen het vanwege hun cultuur niet aanraken. Dus dat is altijd dat taboe geweest. Hè? Dus je bent helemaal van de shepherds afhankelijk. De westelingen die lopen. De shepherds, dat zijn de plaatselijke klimgeiten, zal ik maar zeggen. Precies, maar dan in menselijke gedaante. Ja. Ja. Die zijn overigens niet zo anders dan wij, hoor. Dat hebben we vorig jaar onderzocht. Die hebben precies dezelfde hartslag, dezelfde bloedopname, de zuurstofbloedopname. Het is alleen dat zij er eerder mee beginnen. Dus ze hebben langer de tijd gehad om aan de hoogte te wennen. Maar er is kennelijk niet een soort cultuur dat als je sneuvelt op zo'n berg, dat je geborgen wordt. Dan denk je, ach, laat me liggen, we lopen er wel een keer langs. Het is niet mogelijk. Het is te gevaarlijk om daar andere mensen mee te belasten ten eerste. En het is, dit is ook gewoon, dat is de... U heeft die berg beklommen. Ja. Dus in theorie had u daar nu ook ergens kunnen bungelen als lijk. Ja, dat was ook bijna gebeurd, maar Was dat toch helemaal je leven is? Het is een kans van 1 op 6 dat je het niet overleeft, kennelijk. 600, 100 niet teruggekomen. Dan is het toch... Ik denk dan voor mensen, als dat dan helemaal je gevoel van leven is... dan is het als een zeemansgraf misschien ook wel de mooiste plek om dan te blijven liggen daar. Of is dat, speelt dat ook niet mee? Daar zou ik ook voor pleiten. Ik zou ook zeggen, laat maar daar maar lekker liggen. Ja? Hoezo was het bijna gebeurd bij jou? Ja, wij zijn op de... Je doet die rotaties. Hè? Dus je moet naar boven, dan moet je weer naar beneden. Dan moet je erbij komen, dan ga je weer naar boven. Nou, op de tweede rotatie zijn wij overvallen door een lawine... waarbij een van ons is overleden, een Sherpa van ons, is omgekomen. Door die lawine heeft ons in een gletsjerspleet geduwd. En daar zijn we ternauwernood uit kunnen komen. We zijn eigenlijk gered. Want we konden er zelf niet uitkomen. We zijn 15 meter naar beneden gestort. En dan denk je van, misschien moeten we toch niet meer naar boven. Maar ja, je bent... Dat is helemaal geen gekke gedachte. Nee. Zou zomaar bij je op kunnen komen. Ja, heel gek. Ja. Maar goed. Dat je een cursus boekhouden gaat doen? Ja. Aquarium. Ja, dat is even, dat doe je inderdaad. Dan denk je van, dan ga ik niet meer terug. Maar ja, je bent heel goed getraind en het kan... je gaat er toch weer voor. Het is een lichte afwijking toch, eigenlijk? Ja, waarom doe je? Om weer terug te gaan? Of gewoon om steeds weer dat gevaar op te zoeken? Nou, nee, ik zou nu niet daar willen zitten op dit moment. Helemaal niet meer? Nou, niet op Everest, want ik heb net met een expeditie gesproken die er wel zit. Het is een heel slecht jaar. Het heeft niet gesneeuwd, het is geen ijs. Dus Everest wordt een hele gevaarlijke berg om te gaan beklimmen. Hè? Dus, mensen denken altijd sneeuw en ijs is beter, maar dat is niet zo. Het wordt gewoon technischer. Dat is 1. Je krijgt dus gevaar voor rotsen die naar beneden vallen. En ook dus dat hier zie je dus de beelden van de Khumbu ijsval. Dat is super gevaarlijk. Hier zijn wij dus overvallen midden in dit gebied door een lawine. Nou, dus dat word je niet vrolijk van, want dat beweegt de hele tijd. Wat hoopt men nu aan te treffen bij deze schoonmaak? Wordt er dan nog gedroomd over grote bijzondere vondsten of is het gewoon troep opruimen? Ja, het is troep opruimen. Het is een expeditie georganiseerd door Sherpas zelf. Hè, dus gaan geen westelingen mee. Er zijn 30. Het team is, er zijn 30 mensen, 20 klimmers. En die gaan naar boven. En het is de bedoeling dat ze 15 kilo per persoon mee naar beneden nemen. En hoe doen ze dat? In een rugzak. Dus alle troep die ze vinden gaat in een rugzak? Ja, dat is de enige manier om je het mee naar beneden te halen. Want je moet dus wel aan touwen en je moet klimmen, je handen en voeten gebruiken. Maar ja, je kan voorstellen zo'n ding dat je dat een beetje naar beneden gooit. Ja, en dat komt op het hoofd van degene die erboven klimt. Ja, dat is niet zo handig. Maar goed, dat is nog niet veel eigenlijk. 15 kilo per hoeveel klimmers zijn je? 30 klimmers. Ja, dus wat is het dan? 300 kilo? Dat is van het bovenste gedeelte van de top naar kamp 4, naar 8000. En daar ligt het ontzettend veel troep. Daar liggen dus al die kleine gasflesjes en tenten. En ja, daar ligt de meeste rotzooi, want dat wordt gewoon niet mee teruggenomen. Het is gewoon
te lastig. Het is te ingewikkeld om het mee te nemen. Ja, ja. Je kan er alleen maar met menskracht komen. Geen helikopters, luchtballon zou een mogelijkheid zijn, maar... Maar toch is de vraag waarom ze dit dan doen. Is het zo onoverkomelijk dat je nu echt zegt... jongens, we moeten het nu echt een keer opruimen... want niemand haalt die top meer van die troep? Nee, absoluut niet. Of is het meeste... gewoon reclame voor de bergmaker? Ja, zoiets. Ze hebben $200.000 bij elkaar kunnen krijgen om deze expeditie te doen. Het meeste trouwens waait altijd weg naar Tibet of naar Nepal. Hè. Ik bedoel, het ligt op zo'n... Zoals hier ook op de foto ziet het op zo'n graat. Het wordt gewoon weggeblazen. Maar hier is een mooie foto. Daar zie je een enorm groot stuk van die helikopter. Dat hebben we dus echt uit die... uit de gletsjer gehaald. Dat is zo groot als deze tafel. Dat is een enorm grote stuk. Dat is de helikopter waar je het net ook over had... waar deze vleugel Wieck ook bij hoort. Of liggen er meer helikopters daar? Ja, twee. Ja, oké. Ja, eentje van een Russisch team. Ja, dat kan je verwachten van de Russen. En eentje van... Hoezo dat die Russen... Er zijn wagons. Ja, dat heb ik ook op de Noordpool gezien. Ik bedoel, wat die voor trucs uithalen. Het is echt... Maar dat vindt dat nog wagenhalsen dus? Ja, de Russen hebben een hele andere bloedgroep, vind ik. Ja. Trouwens, dit is ook heel interessant, hè? Dit is dus een stuk hout. Ja, een stuk hout, want... Ja, dit is voor mij interessant. Dit is echt een collector's item. Kijk, zie je hier al die gaatjes erin? Dat zijn dus de stijgijzers van de klimmers. Ja. Want vroeger had je dus geen ladders. Hè? Nu zijn ze allemaal van aluminium gemaakt. Maar vroeger was het hout. Aluminium. Aluminium. Ja, aluminium. Dus moesten ze over... Aluminium. Ja, I know. Gaan we nog langer mee pesten? Vroeger hout. Ja. Goed. Ladder. Het is veel leuker op een berg eigenlijk. Ja, daar ben je dit soort... Maar toch even, dit is hoe oud is dit, denk je? Nou, dat moet zeker zijn voor 1970, denk ik. Ja. Nou, misschien is het ouder. Het rare is dat als je hier ergens in het weiland een stuk hout uit 1970 zou zien liggen... dan denk je, haal je Paul Witte maar niet mee. Ja, op die hoogte hout gekomen is inderdaad. Nou, that's it. Want hout vind ik helemaal niet aan de basiskant. Dat moet ook van helemaal... En toen vervolgens over die gletsjerspleten moet je dat leggen. En dan, en dat is het moeilijke, dat is toch wel een beetje balanceren zo met je stijgijzers op dat hout naar de andere kant. En dat heb je net gezien, die ladders, die maken het wel makkelijk nu. Ja. Wat is dit? Dat is een ijsschroef. Het ziet eruit als een wijnopener, een kurkentrekker. Dat is het niet, maar het is een schroef om je te zekeren daarmee. Ja, precies. Ja. En dat wordt nu niet meer gebruikt? Nee, dus dat is echt heel oud.